Hallo mensen, ik ben Max en vandaag gaan we tot de Max bij een totaal andere video dan normaal. Namelijk, zoals jullie weten, ben ik een enorme achtbanenfan en maak ik regelmatig ook in mijn vrije tijd en ook een paar keer voor YouTube gedaan, banen na, of eigen banen in No Limits. No Limits is natuurlijk een achtbaan simulator, hartstikke realistisch en is voor mij dus ook echt een leuk iets om heel veel tijd in te besteden, want ik vind dat hartstikke leuk. En daar wilde ik dus al voor lange tijd iets toevoegen aan die ervaring. En dat is namelijk een realistische control panel die zeg maar een beetje als in het echt eruit ziet en die je gewoon via een USB in je laptop of in je computer aansluit voor No Limits. Al zijn die dingen niet heel erg bekend in Nederland, sowieso niet heel erg bekend, want het is een beetje in die pretpark fan community zeg maar, wat van al die achtbanen fans en zo. En weinig mensen in Nederland vooral maken die dingen, heel veel in Amerika. En dan zijn die dingen ook echt ongelooflijk duur en, laat ik gewoon zeggen, onbereikbaar. Maar toen ben ik in contact gekomen met iemand die dat soort dingen maakt. En die dezelfde passie voor achtbanen als ik deel. En die heeft dus zo'n control panel voor me gemaakt. En die zou ik graag in deze video eventjes aan jullie willen laten zien. Dus vandaar, ik maak deze video om even te laten zien hoe het werkt, wat het doet. Maar voornamelijk al is als bedankje naar hem. Want het is echt, ik vind het heel gaaf. En de beleving zeg maar, die je ermee hebt, dat, dat is voor mij in ieder geval, omdat ik zo'n achtbanenfan ben, best bijzonder. Ik denk als jullie vast iets hebben met wat jullie ongelooflijk interesseren, waar jullie heel enthousiast over zijn. En je hebt zeg maar iets wat heel realistisch daarvoor zeg maar, in de buurt komt. Dat je daar ook heel veel waarde aan hecht. En dat heb ik dus ook bij hier. Ook gebruik ik hem niet eens, maar bijvoorbeeld heb ik hem, weet ik veel, heel voor in de verre toekomst bijvoorbeeld als herinnering staan in een kast of zo. Dat is heel vet. Want ja, het is toch een groot deel van mijn persoonlijkheid, achtbanen. Dus mag ik nog genoeg even verder gepraat? Ik ga hem heel eventjes aan jullie laten zien. Oké, dit is dus de panel die ik bedoelde. En zoals je ziet, ja, het is al echt heel realistisch gemaakt natuurlijk. Echt fysieke knoppen ook die je gebruikt. En allemaal lampjes en zo die werken. Ik zal het even laten zien. Je hebt ook, dat is heel leuk, een sleuteltje. En als je dan die omdraait, dan gaan de lampen aan. Deze is voor power, dan weet je dat die natuurlijk stroom heeft. En deze is om aan te geven dat je mag dispatchen. Nou ja, hier heb ik dus even een heel simpel project geladen waar ik laatst mee bezig was. We gaan even de beugels open doen. Hierachter, zo de poortjes. Beetje lastig te zien, maar de poortjes gaan nu open. Dan doe ik ze weer dicht. Je ziet ze een beetje bewegen hier zo. Doen we de beugels weer naar beneden. En dan met twee knoppen dual dispatch, net zoals in het echt. En dan vertrekt hij. En natuurlijk hebben we dus ook dat emergency stop zo. Zet hij net stil, maar ja, het is er van de helling af, dus het is te laat, helaas. Mensen gaan allemaal dood. Nee, grapje. Ook de manier waarop je een e-stop weer uitzet is natuurlijk net zoals in het echt. Dat je die knop draait en dan gaat hij weer open. Dus ik laat het even zien zo. Schiet die knop omhoog en dan gaat hij weer uit. Dus dat is dit paneel. En dat vind ik altijd heel leuk om realistisch operator mee te spelen. En ja, dat is een beetje hoe het werkt. Wat erin zit is een Arduino. Dat heeft hij me verteld. Dus dat werkt allemaal via een Arduino. En in feite zijn alle toetsen die je hier dus ziet, dat is eigenlijk een soort luxe toetsenbord. Dus als je een notepad gaat opstarten en je gaat al die knoppen dus zeg maar in en uitdrukken, dan krijg je gewoon zeg maar letters en dergelijke te zien. Maar omdat je natuurlijk via No Limits werkt, ziet hij die toetsencombinaties zeg maar gewoon als commands om bepaalde acties te doen. Kijk, dus bijvoorbeeld het volle train is weer. Nou, dan doet hij dus nu een command om die dingen te openen. En die beugels te openen. Beugels en hekjes. Nou, hekjes weer dicht. En de beugels weer dicht. En dan kan je weer laten gaan. Het leuke is dus ook, omdat hij dus met van die toetsenbordcombinaties werkt, heb ik hem in een soort testversie van een van mijn simulators, volgens mij was het de Express simulator die ik ervoor heb gebruikt, heb ik hem ermee kunnen laten werken. Dus of daar nou een ooit terzijde tijd een accessoirelijn voor de simulators uit ontstaat, ik heb geen idee. Maar ik vond het wel heel grappig en ik vond het gewoon even leuk om eens een keer te proberen of ik zo'n panel kan laten werken via USB met een iPad en mijn simulator. En dat kan dus. Maar ja, of ik er wat mee ga doen, dat weet ik niet.
Ik denk, is wel even leuk om te laten weten. Dus hierbij wil ik even een dikke shout. Kijk, daar zijn mijn duimen. Dikke shout-out naar Levi geven, die deze pen heeft gemaakt. Zijn kanaal staat ook hier in de beschrijving. Dus heb je zelf ook interesse in zo'n panel, laat het, of kan je bij hem terecht. En als je het ook heel gaaf vindt, laat het even weten in de comments. En laat het weten door een blauw duimpje omhoog achter te laten. En dan zie ik jullie de volgende keer weer.